Alles wat je wil is te bereiken. Het is weer zover. Het Junior Songfestival 2005 gaat beginnen. De grootste muzikale wedstrijd voor kinderen ter wereld. Allemaal heel hartelijk welkom. Het belooft weer geweldig spannend te worden dit jaar. Want wie oh wie gaat Nederland met zijn of haar zelfgeschreven nummer vertegenwoordigen tijdens de grote Europese finale die op 26 november in België wordt gehouden. Maar liefst 2000 kinderen stuurden hun zelfgeschreven liedje in en 45 zangers en zangeressen werden uitgenodigd voor een auditie. En dat waren zenuwslopende uurtjes daar in Hilversum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom op bezoek. Wij komen voor de auditie, TSKT. Altijd prima, ik moet doorrijden. Het is een hele belangrijke, hele spannende dag. Vandaag zijn de audities voor het Junior Songfestival in de AVRO Studio in Hilversum. Hier komen alle kandidaten binnen. Er zijn er al een paar. En hier moeten ze eerst een aantal formulieren invullen. Er wordt een foto van ze gemaakt. Alle kandidaten gaan ook even langs Tamara. Ik ben kinder- en jeugdpsycholoog en ik ben hier bij het Junior Songfestival om te kijken waar de motivatie vandaan komt. Hebben kinderen het zelf bedacht en vinden het zelf erg leuk? Of zijn het de ouders die heel graag willen dat hun kinderen bijvoorbeeld beroemd worden? We zorgen dat er genoeg snoepgoed staat om alle zenuwen vast een beetje weg te knagen. Want het wordt steeds spannender. Op een gegeven moment worden de kandidaten opgehaald door een begeleider en gaan ze deze kant op. Ik ga het je laten zien. Daar zit je dan op je stoeltje. Je bent bijna aan de beurt. Je denkt, oh, weet ik mijn tekst nog wel? Oh, is mijn liedje wel leuk genoeg? Oh, mag ik door? Mag ik niet door? Dit zijn zweetmomenten. Zenuwachtig. Nee, ik ben niet echt zenuwachtig meer. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ja, ik voel een beetje trillen. Dan krijg ik een beetje droge keel en zo. Spannend. Ja. Spannend. En dan gebeurt het. Je bent aan de beurt. Door deze deur. Nog drie keer diep zuchten. En dan zit daar de jury. Zingen is niet alleen een mooi liedje brengen, maar ook dat je er staat. Ik let voornamelijk op kinderen die talent hebben uiteraard. Dat is natuurlijk belangrijk. En persoonlijkheid. Of ze een lekker geluid hebben. Of ze muzikaal zijn. Of hun timing goed is. Als een kandidaat opkomt op het podium, dan moet je meteen denken van, goh, dat is iemand, daar willen we graag naar kijken. Zodat je denkt van, nou, dit gaan miljoenen mensen. Als ze deze knul of dit meisje zien, gaan ze iets hebben van, jee, dit is helemaal te gek. Leven is vet, leven is cool. Waarom zo, waarom zo, waarom zo? Ik kan niet kiezen uit al die liedjes. Ik voel me happy. Gelukkig. Spetterend, spetterend was die tijd. Stamp ik boos naar mijn kamer toe. Zou jij van mij alleen even willen dansen? Hoef je niet te zingen? Zenuwachtig zijn, maar ik was helemaal niet zenuwachtig. Ik ben nog steeds zenuwachtig, maar gelukkig is het voorbij. Op het laatste was ik een beetje de tekst vergeten. Ja, ik heb ook gezegd tot hopelijk tot ziens, maar toen was de microfoon al uitgezet. We moeten snel zien, die talen draait op 10. Ik zou het al zo graag eens willen weten. Hoe kom ik erachter? Wie schakel ik in? Ik lig elke avond nog wakker in bed. Ik ben verliefd op een jongen uit de klas. Yo, 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 tot de beat. En dan trekt de jury zich terug. Het uur van de waarheid. Sorry jongens, je mag hier niet bij zijn. Het was bijna niet te doen, maar de jury is er uitgekomen. Hier zijn de finalisten van het Junior Songfestival 2005. En zo klonken ze tijdens de auditie. Ik wil iets doen, maar Giovanni. Ik heb niet de macht. Spetterend, spetterend Sophie. Was die tijd. Jij Mitchell. Met alles voor mij. Cleo. Ik zo op een jongen. Wie
Tyrone. Keer op keer, help vrienden zijn belangrijk. Yara en Agnes. Ik sta altijd voor ze klaar. De Smileys. Als je lacht, krijg ik knikkende knieën. Angelo. En Chinjara. Dingen voelen raar. Zet nou door, dan ben je later klaar. Maar blijf jezelf. En hier zitten ze allemaal, de finalisten van het Junior Song Festival 2005! Yay! Heel hartelijk welkom jongens. Bijzonder dat we hier met elkaar zitten. Vanavond gaan we jullie allemaal een beetje beter leren kennen. We hebben van alle finalisten een filmpje gemaakt. En we beginnen met het filmpje van Tyra. Ik kan alleen maar zeggen over mij is het perfect. Ik kan niet uit de leg, ik wil niet dat ze betrekt. Ik ben Teron, ben 12 jaar en woon met mijn vader en moeder in een rijtjeshuis in Veghel. Dat ligt in Brabant. En de hele straat is fan van me. Maar we wonen hier niet alleen, we wonen hier ook nog met de familie van mijn vader. Let's take some calls from the request line. Call me number one. Ik ben enigs kind, blij toe, want heb ik lekker alles voor mezelf. En krijg daarnaast ook nog alle aandacht van mijn ouders. Ik ben geboren op 18 mei 1993. En sinds ik een peuter ben, loop ik al rond te zingen. Ik heb zelfs in het voorprogramma van Ali B mogen staan. Mike is mijn buurjongen en een van mijn beste vrienden. En als hij bij me komt, doen we vaak niks meer dan gamen. Ik ben een hele grote fan van hem. Hij treedt vaak op en ik heb een t-shirt van hem. Bam, bed, bam, floor against wall. Mijn neef Rivellino is ook een van mijn beste vrienden. Van hem leer ik breakdansen. Hij is erg goed. Welcome the king of the dance hall. Bed, bam, floor against wall. Een liedje dat ik heb geschreven voor het Junior Song Festival heet Keer op Keer. En het gaat over een jongetje dat op een meisje verliefd is. Maar elke keer als hij die tegenkomt, wordt hij weer steeds meer verliefd. Keer op keer, ik merk het keer op keer. Elke seconde die gaat traag. Ik wil bij je zijn nog graag. Vanochtend had ik een meisje verkering gevraagd. Ik had een ringetje, een kaartje en een spek voor haar gekocht. Op een kaartje had ik geschreven, je weet wat ik ga vragen, dus wordt het ja of nee. Vond ze dus hartstikke leuk, zei ze toen. Zat ze ineens helemaal over mij heen, dus vond ik niet erg. Maar nou weet ik dus eigenlijk wat verliefd zijn is. Tja, wat kan ik jullie nog meer vertellen? Ik hou helemaal niet van bietjes, wel van spruitjes. Speel ook graag met Lego. En het verschrikkelijkste wat ik vind is afwassen. Tyrone, afwassen! Op dit moment knijp ik het dus meestal tussenuit. Tyrone, jij hebt al een hele fanclub, joh. Ja. Hoe is dat om met je hele familie in één straat te wonen? Best wel leuk. Je hoeft alleen maar naar de buren te lopen om iets te vragen of zo. Helemaal gezellig. Ja. Hartstikke goed. Nou, we gaan zo meteen van jou, van Tyrone, nog veel meer zien. We hebben een reportage gemaakt over hoe jouw nummer werd ingezongen bij een professionele muziekproducer. Maar we gaan eerst kijken naar de volgende finalist. Want, Sophie, we hadden jou mooi te pakken, hè? Ja. Sophie werd zogenaamd uitgenodigd voor een tweede auditieronde. Jury vroeg haar om een speciaal t-shirt aan te trekken en dan voor een spiegel te dansen. Maar ja, waarom eigenlijk? Spetterend, spetterend was die tijd. Ik wilde je nooit meer kwijt. Kies, lieve vriendje. Wat staat daar? Ik ben door staat er. Wat betekent dat? Je gelooft het echt niet, hè? Nee. Het duurde een poosje voor het kwartje viel. Ja. We gaan even naar je filmpje kijken. Spetterend, spetterend was die tijd. Ik wilde je kwijt. Tot ziens, lieve vriendje. Tot ziens. Het was leuk en tot een andere keer. Ik ben
ben Sophie Eskens. Ik ben 11 jaar en woon samen met mijn zusje Suus, mijn broertje Floris en mijn ouders in Lichtenvoorde. Dat ligt in de Achterhoek. Ik ben geboren 26 december 1993 en ik hou mijn hele leven al van dansen en van zingen. Ik heb al 2 keer meegedaan aan het Kinderen voor Kinderen Songfestival. En ik heb samen met nog een groepje kinderen liedjes voor een schoolmusical geschreven. I sit and wait. Ik heb al een 1/2 jaar verkering met David. Hij zit bij mij in de klas. En ik vind hem leuk omdat hij lief, aardig en knap is. Ik vind het leuk aan Sophie dat ze heel aardig is en knap. Het liedje voor het Junior Songfestival heet Spetterende Tijden. En het gaat over hebben van verkering en dat het ook weer uit kan gaan. Spetterend, spetterend was die tijd. Ik wilde je nooit meer kwijt. Tot ziens, lieve vriendje. Tot ziens. Ik zit in groep 7 van de Pastoor van Narschool. Chantal, Imke en Mireille wonen bij mij in de buurt en ze zitten ook bij mij in de klas. We zijn al jaren vriendinnen. Volgens ons gaat Sophie wel winnen. We doen bijna alles samen en zien elkaar heel erg vaak. We spelen buiten, we kletsen en we houden alle 6 van dansen. Woensdag moet ik turnen. Op donderdag heb ik gitaris. Op vrijdag ga ik naar het zangkoor. Op zaterdag moet ik weer turnen. En op zondag moet ik ook turnen. Mijn liedje heet Spetterende Tijden. En het gaat erover dat je verkering hebt. En dat die jongen waar je verliefd op bent, dat hij dan van school afgaat. Maar ik vind het niet zo leuk als een liedje niet zo goed afloopt. Dus ik had er maar bij verzonnen dat dit dan vast wel weer op een andere jongen verliefd wordt. Ik wilde je nooit meer kwijt. Tot ziens, lieve vriendje. Tot ziens. Maar nu moet ik snel gaan. Ik moet turnen. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Wat heb jij een ontzettend druk leven? Ja, nogal. Wat vindt je vriendje ervan dat jij zo ontzettend druk bent? Is het nog aan? Ja, dat wel. Hartstikke goed. Dat gaat allemaal voorspoedig. Ja. Ook met de drukte van het Songfestival erbij. Ja. Gaat het nog goed? Mooi zo, dat wou ik alleen maar even checken. Fijn. Hey, we hebben 2 kandidaten gezien. Sophie en Tyrone zingen alle 2 over de liefde. Dat is nog steeds het meest bezongen onderwerp ter wereld. Is ook prachtig. Maar dat geldt niet voor al onze kandidaten. Kijk naar onze 3de finalist, Giovanni. Ik wil iets doen, maar ik kan niks doen. Dus ik ben machteloos en ik wacht. Ik ben Giovanni, ik ben 13 jaar, ik woon met mijn moeder, mijn broer Leroy en mijn zus en haar vriend in Leiden. Ik ben geboren op 27 oktober 1991 en toen ik 4 was speelde ik al in mijn eerste musical. Eerst via mijn buurvrouw bij een amateurgezelschap, maar al snel bij de echte musical van Miss Saigon. Inmiddels heb ik al in Oliver, Peter Pan en The Lion King gespeeld. En later wil ik absoluut musicalster worden. Mijn liedje gaat over hoe de wereld zeg maar uitziet in mijn ogen. Maar toch kan ik helaas niks doen. Daarom heet het Ik ben machteloos. Als klein kind, zeg maar. Ik heb het nummer geschreven omdat ik dansen en feesten en al die verliefdheid dingen vond ik wel een beetje te eentonig worden. En ik heb gewoon geschreven wat in me opkwam. En dat is dit geworden. Ik wil iets doen, maar ik heb niet de macht. Het mag niet zo ver komen dat de wereld niet meer lacht. En dat de dag verandert in een nacht. Ik wil iets doen, maar ik kan niks doen. Dus ik wacht. Ik ben machteloos en wacht. Yeah, yeah. Ik zou eigenlijk huiswerk moeten maken. Maar als ik thuis ben, ga ik meestal achter MSN. Ik ben niet echt een ochtendmens. En heb ook best wel moeite met opstaan. Als ik dan eenmaal naast mijn bed sta, dan is het al een beetje laat voor mijn trein te halen. Maar ik haal hem wel altijd.
dansschool is een school net zoals Fame. Zo. Het zijn allemaal kinderen die later iets met dansen willen gaan doen. We hebben lessen zoals tap, klassiek, jazzdance, streetdance, modern, acrobatiek, zang, la 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 la. Nou, nu weet je wie ik ben en wat ik doe. Maar ik moet weer gaan, want ik moet mijn trein terughalen. Doei! Een vrolijk, druk leven, maar een heel zwaar onderwerp voor je liedje. Ja, dat wel. Had je zin in? Ja, ongeveer. Ja. Jij neemt niet, weet ik uit eigen ervaring, niet alles zo heel erg zwaar op. Kijk maar eens even naar dit. Het is hartstikke vroeg 's ochtends. Iedereen slaapt nog in de buurt. Ik sterf van de honger, want ik heb nog niet ontbeten. Want dat ga ik vandaag bij Giovanni thuis doen. Want ik mag Giovanni vertellen dat hij door is naar de halve finale voor het Junior Songfestival. We zijn er. Zo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie vaker cameraploegen op ontbijt? Nee, niet elke dag. Gefeliciteerd. Serieus? Je bent door naar de halve finale van het Junior Songfestival. Oké dan. Niet zo relaxed, man! Nou ja, als het dan moet, oké dan. Ja, nee, ik... Het was een beetje te vroeg volgens mij. Maar je kan wel enthousiast zijn. Ja, tuurlijk. Nou, dan wil ik het graag alsnog heel graag even horen. Oh jee, moet dat? Ja, je bent door naar de halve finale voor het Eurovisie. Hey! Oké, beter. Goed, we gaan nog even terug naar de audities. Want bij de meeste audities hadden de meeste kinderen alleen nog maar de tekst en een beetje de melodie van hun liedje. En om zo'n eenvoudige versie van een liedje om te bouwen tot een echte potentiële tophit, hebben we iedere finalist gekoppeld aan een echte muziekproducer. Tess ging aan de slag met Tjeerd Oosterhuis. Hey! Tjeerd en zijn zus Treintje behaalden diverse platinaplaten en samen sleepten ze vele prijzen in de wacht. In zijn studio in Amsterdam hebben al een heleboel sterren gezongen. Zo klonk het liedje van Tess op de auditie. Hoe kom ik erachter? Wie schakel ik in? Wie is nu eigenlijk mijn beste vriendin? Sowieso heb ik het iets sneller gemaakt. Hoe kom ik erachter? Wie schakel ik in? Iets meer drive, hè? Maar een uit het refrein. Doet ze mooi. En dan hier even de boel naar beneden. Alleen de gitaar. En dan hopelijk de mensen die gaan klappen. Even een breakdown. Dat is dan voordat de mensen mee gaan klappen. En dat vind ik ook wel leuk, want dan trek ik het publiek er een beetje bij. Nu gaan we even een paar koortjes doen. Tjeerd speelt iets op de piano. En dat moet ik dan nazingen. En daarover zing ik dan nog eens. En nog eens. Dus dan lijkt het alsof er heel veel mensen zingen, maar dat ben ik allemaal. 12 keer heeft ze iets ingezongen. Hoe het allemaal geplakt en geknipt wordt en alles in elkaar helemaal gezet. Ik wist niet dat dat zo moeilijk en ingewikkeld was. Zullen we eens luisteren hoe het klinkt nu? Hoe kom ik erachter? Wie staat er nog in? Wie is nu eigenlijk mijn beste vriendin? Ik moet het echt weten. Ik heb het al niet. Ik doe steeds zo. Vind ik heel leuk, want dat klinkt heel mooi. En er zit ook nog een hoog stukje in, wat ik ook heel leuk vind. Om het wat spannender te maken, het is een halve noot hoger. Gaat hij dan... Hoe kom ik erachter? Wie schakel ik in? Ik vond de samenwerking met Tjeerd heel leuk, want hij is echt heel aardig. Tyrone ging naar de Wisseloord Studios in Hilversum om aan zijn nummer te werken. Grote namen als Kane, The Sugar Babes, Mick Jagger en Elton John gingen hem voor. Jan van Wieringen produceerde Lange Frans en Baas B. En geeft u ook Tyrone de juiste sound. Ik kreeg het nummer aangeleverd. En dat was eigenlijk gewoon een beat met een simpel pianootje erbij. Niet veel harmonie en een beetje vlak. Keer op keer, ik merk het keer op keer. Ja, wat ik dus heb gedaan is het nummer mooi uitgebouwd. Een beetje geprobeerd een stoere urban track van te maken met wel veel poppy invloeden. Keer op keer.
staat in de halve finale. Je ziet al die mensen voor je. En tot achteraan willen ze je allemaal horen. En je moet ze allemaal meekrijgen. Maar sowieso is produceren is vaak eigenlijk ook een proberen ja, de artiest op zijn gemak te stellen. En dat hij gewoon lekker zijn ding doet. En je probeert gewoon dat de kracht van het oorspronkelijke liedje en van de artiest, dat die zo goed mogelijk tot zijn recht kwam. Ik wist precies wat hij bedoelde. Hij motiveerde mij ook heel erg goed. Als het je helpt, kan je ook met je voet de maat meetikken. Het liedje klinkt nou veel beter. Doe ik het ook veel meer plezier om het te zingen. En eigenlijk pikte hij heel snel wel de dingen op. Ziet er allemaal te gek uit. Tyrone, voor jou helemaal leuk. Tess, voor jou ook waanzinnig. Ben je blij met het eindresultaat? Ja, zeker. Ja? Ja. Leuk met Tjeerd? Ja. Helemaal goed. Wij willen meer van jou zien. We hebben van jou een filmpje. We gaan even kijken. Okay. Lone Star. Ik ben Tess, ik ben 14 jaar en ik woon met mijn tweelingbroer Joël en met mijn ouders in Putten. En dat ligt in België. Joël en ik zijn geboren op 21 augustus 1991. Eerst Joël en een half uur later kwam ik. I'm trying. Ik zing al mijn hele leven en later wil ik graag zangeres worden. Drie jaar geleden ben ik verhuisd vanwege mijn moeders baan. Die moest gaan werken in België. En ik vond het heel moeilijk om mijn vriendinnetjes achter te laten. Maar inmiddels heb ik het heel erg naar mijn zin in België. Welkom in mijn studio / oefenruimte / atelier van mijn vader. Fill it up right away. Working at the car wash. Shocked in the one make the gels lock. When I swim to the grim, I'm too hot. We hebben hier in België lekker de ruimte. En daardoor kunnen we dingen doen die we in Nederland niet konden. We hebben altijd al dieren gehad, maar nu we in België wonen hebben we er nog meer. Voor die dieren moeten we natuurlijk wel wat doen. Ik spreek gelukkig nog niet echt Vlaams, maar als ik bezig ben met mijn vriendinnen en ik ben daar echt heel veel mee aan het praten, dan flap ik er soms wel het Vlaams uit. Alleen, dat betekent eigenlijk ja, verdorie zoiets. Amai, wauw. Seves, straks, biedt ook straks. Potsbal is stuiterbal. Schuif af is glijbaan. Lekker ding is voor een meisje poes en voor een jongen hete gast. Nou, hete gast. Mijn liedje gaat over verliefdheid. Ja, je wordt heel onzeker als je verliefd bent op iemand. En dan wil je ook weten of het wederzijds is, zeg maar. En nou ja, als mijn vriendinnen verliefd op iemand zijn, dan ga ik dat meestal wel voor hun uitzoeken of die jongen ook verliefd is op haar of zo. En dan ga ik dat gewoon meestal vragen, maar dat doen zij ook bij mij. Dus daar gaat het eigenlijk over. Ze was verliefd op mijn beste vriend, Sil. En dan ben ik daar gewoon gaan vragen of wat hij van haar vond. En zo. Nee, waar ik eigenlijk het meest mijn liedje van heb, is van deze dames zijn allemaal verliefd geweest op mijn tweelingbroer Joël. Dan vroegen ze dingen aan mij en dan moest ik dat vragen aan Joël zonder dat hij iets doorhaalt. Hoe kom ik erachter? Wie schakel ik in? Wie is nu eigenlijk mijn beste vriendin? Lukken. Ik ga vanavond naar een feestje van een jongen uit mijn klas. Daar komt dan ook wel een jongen die ik leuk vind. En mijn vriendinnen mogen dan maar gaan uitzoeken wat hij van mij vindt. Maar ja, we zullen wel zien wat er gebeurt. Wens me veel geluk. Doei! Ja, Tess, ik moet het natuurlijk vragen als we dit filmpje hebben gezien. Hoe is het afgelopen die zaterdagavond? Nou ja, het was allemaal heel gezellig. En eerst vond ik hem wel leuk, maar ja, nu niet echt meer. Oké. Okay. Dus. Alle vrije mannen van Nederland en België, die mogen gaan schrijven. Ja. Helemaal goed. We gaan door met de volgende finalisten. Ook die hebben we op een hele originele manier verrast. De Smileys dachten namelijk dat ik jarig was. Dat was ik helemaal niet. De AVRO had aan hen gevraagd of ze voor mij wilden zingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Ah, lang zal ze leven in de gloria. Hoera! Dankjewel, dames. Wat ziet het hier geweldig uit. Ware emoties. Wat dacht je? Wat voelde je? Nou, echt in één keer wauw. Het was helemaal te gek. Ja. Hartstikke mooi. We gaan even kijken naar jullie filmpje, dames. Als je lacht, krijg ik knikkende knieën. Dan staat de wereld.
Agnes en ik ben 10 jaar. Ik ben Babette en ik ben 10 jaar. Ik ben Lotje en ik ben 10 jaar. Ik ben Anna en ik ben 10 jaar. En de Gloria. En samen zijn wij de Smileys. In groep 3 en 4 hadden we eigenlijk al een groepje. Party Girls. En toen hebben Lotje en ik de kameraadjes opgericht. Leuker. En dat was, toen hadden we liedjes voor kleuters gemaakt en dat was echt heel erg debiel. Daarna kwam ik erbij en toen kwamen de Smileys. Ja, toen kwamen de Smileys. We zijn al vriendinnen vanaf groep 2. Lotje en Anna zitten bij elkaar in de klas en Agnes en ik ook. We zijn vriendinnen van elkaar omdat we alle vier van dezelfde dingen houden. We houden van zingen en we hebben met z'n vier al heel veel liedjes geschreven. Maar sommige hebben we ook gewist omdat we die niet zo heel erg leuk vonden. Donder op een flikker neer, krijg de koude kettenkort, pak een matle ettenbord. Sommige zijn minder leuk. Dan als je lacht. Want als je lacht, krijg je knikkende knieën. Dan staat de wereld. Mijn hobby's zijn hockey en tennis. Ik hou van schilderen, tekenen, van jammy spelen. En een potje voetbal vind ik ook leuk. Piano spelen en paardrijden. Ik hockey en ik ben vaste keep in D3. En Babette en ik houden ook nog van buikdansen. We hopen natuurlijk dat we beroemde zangeressen worden. Maar als dat niet lukt, wil ik archeologe worden. En ik professioneel hockeyster of danseres. En ik later springruiter. En ik dolfijntrainster. Want als je lacht, krijg je knikkende knieën. Dan staat de wereld even stil. Het gaat eigenlijk over verliefd zijn, maar we weten niet over welke jongen het zeg maar gaat. Ook al weet ik dat ik het super graag wil. Het is een jongen waarover wij kunnen bepalen, daarom is hij zo leuk. Ja, die kan zo uiterlijk bepalen, door... het allermeest natuurlijk. Dat is, het is van groot belang dat die jongen er goed uitziet. Hij kan geen flauwe grapjes over je maken bij zijn vrienden. En niet pesten. We krijgen het warm heel diep van binnen. Het kan een jongen uit de klas zijn, het kan een jongen uit de buurt zijn, het kan een jongen uit China zijn. Het kan een jongen van de lucht zijn. Het kan een jongen op Mars zijn. Ja. Waar moet het dan met jou en mij beginnen? Met een heel licht hoofd en een bonzend hart. Nou, met die muzikale carrière van jullie komt het helemaal goed. Mijn belangrijkste vraag, wanneer komt dat verzamelalbum van jullie uit? Met al die liedjes die jullie al hebben geschreven. Ik hoop snel. En wordt jullie liedje van nu dan het allerleukste liedje daarop? Nou ja... Als ik het zo mag noemen, ik vind het natuurlijk wel zelf, maar ja, ik vind het onze tophit. Nou, dames, ook van harte succes. Maar we hebben natuurlijk nog meer finalisten. Mitchell, die werd al heel snel na de audities geïnterviewd door Gert-Jan van TV West. Het was een beetje een rare jongen. Mitchell, hartstikke leuk dat we hem mochten langskomen. Moet jij eens helemaal opletten. Moet jij helemaal goed kijken, ja? Moet je allemaal eens helemaal goed kijken. Oh. Moet niet schrikken, maar Mitchell. Oh. Zo. Je bent door, Mitchell. Yeah. Ook nog steeds heel grappig. Maar jij keek zo ontzettend verbaasd. Ja, want ik dacht van, hè, wie is dat nou weer? Had je echt helemaal niet in de gaten dat ik dat was? Nee. Echt pas toen alles af was? Ja. Bizar, hè? Ik heb heel erg gelachen die dag. We hebben natuurlijk voor jou ook nog een heel filmpje. We gaan even kijken. Jij bent alles voor mij, alles voor mij. Hoi, ik ben Mitchell. Ik ben 10 jaar en ik woon samen met mijn broertjes en mijn ouders in Voorburg en dat is vlakbij Den Haag. Ik ben geboren op 10 juli 1994. Zoals je ziet ben ik een heel lief babytje. Ik wil later artiest worden en ik zing en dans mijn hele leven al. Het liedje dat ik heb geschreven is Jij bent alles voor mij. Het gaat over een meisje Grayson, waarop ik verliefd ben. Jij
alles voor mij, alles voor mij. Van mij krijg je een dikke 10. Elke zondag gaan we naar de kerk en daar zingen we ook. De muziek van de kerk vind ik best wel mooi. Ik vind het leuk om naar de kerk te gaan, want daar heb ik best wel veel vriendjes leren kennen. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Annabella, shake that thing, ja. Yeah. Het liedje Jij bent alles voor mij is niet het enigste liedje wat ik heb geschreven. Mijn neefjes en ik hebben een band en die heet Viking Crew. Wij repeteren elke week. Ogri Boussi Wawane Wane. Mijn tweelingbroertjes zijn best wel vervelend en irritant. Maar soms zijn ze wel weer lief voor mij. Ze zijn fan van me en ruimen bijna altijd mijn kamer op. Dat moet niet, maar ze doen het gewoon voor mij omdat ze het zelf ook leuk vinden. Jij bent alles voor mij. Alles voor mij. Reza, het meisje waar ik op verliefd ben, heb ik leren kennen in een snackbar. Ik heb haar een paar keer gezien. Ze is nu verhuisd naar de hoofdstad van Nederland en ik zie haar nooit meer. Reza, dit is voor jou. Ik hoop je gauw weer te zien. Jij bent alles voor mij. Wat ontzettend romantisch, Mitchell. Volgens mij wil elk meisje dat er iemand een speciaal voor haar een liedje schrijft. Maar ja, heb je er ondertussen al wel weer teruggevonden? Nee, nog niet. Nog steeds niet? Maar zou het misschien dan kunnen dat ze vanavond kijkt? Ja, dat denk ik wel. Dat zou natuurlijk kunnen. En dan kan ze naar de AVRO een brief schrijven en dan kunnen we misschien wel een mooi slot aan deze romance maken. Of een begin, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Dat zou leuk zijn, hè? Ja. Nou ja, goed, onze volgende kandidaat, dit was Mitchell. Wij gaan verder met een meidenduo, want dat hebben we ook. Het duo heet Yara en Agnes. Deze twee dames werden gevraagd om een commercial in te zingen op hun zangschool in Amsterdam. Ze twijfelden er geen seconde aan dat inzingen wel een serieuze klus was. Totdat er plotseling ineens een hele beroemde dame binnenkwam. Goedemorgen, dames. Sorry dat ik jullie onderbreek. Wij hebben eigenlijk een hele bijzondere verrassing voor jullie. Want jullie zijn door naar de halve finale van het Junior Song Festival. Oh, ja, goed hè. Gefeliciteerd, dames. Dankjewel. Dat moet helemaal geweldig zijn. Jullie zijn helemaal dikke vriendinnen geworden, hè, met Do? Ja, nee, het was echt heel erg leuk. Ze is heel lief. En ik hoorde ook nog dat ze jullie een heel bijzonder aanbod heeft gedaan. Ja, nou, ze zei dat ze wel een keer met ons op wilde treden. Kijk, nou, dat hebben wij op camera, Do. Dat moet dan ook nog een keertje gebeuren. We hebben ook nog iets anders op camera. We hebben natuurlijk voor jullie ook een filmpje gemaakt. We gaan even kijken. Vrienden zijn belangrijk. Ik sta altijd voor ze klaar. En als er een probleem is, zijn wij voor elkaar. Als je ruzie thuis hebt, of het gaat niet zo goed. Ik ben Yara, ik ben 15 jaar en ik woon in Amsterdam. De ene week woon ik bij mijn moeder en de andere week woon ik bij mijn vader. Ik ben Agnes, ik ben ook 15 en ik woon samen met mijn twee zusjes, Hawa en Arama, en mijn moeder. We wonen in een heel groot huis en we wonen hier met z'n tienen. Dat is allemaal familie van mijn moeder. Yeah. Ik ben geboren op 8 mei 1990. Ik heb altijd al van muziek gehouden. Ik heb op pianoles gezeten, op muziek en vanaf mijn 12e zit ik al op zangles. Ik ben geboren op 21 maart 1990 en ik hou mijn hele leven van muziek. Mijn vader die is Malinese muzikant, dus misschien komt mijn muzikaliteit daar vandaan. Mali, dat ligt in Afrika. Yara en ik kennen elkaar van zangles. Buiten zangles gaan we niet zo heel erg veel met elkaar om, maar we zijn wel hele goede vriendinnen. Ons liedje wat we samen hebben geschreven gaat over vriendschap. Mijn beste vriendinnen zijn Coco, Valentien, Max en Roos. Met beste vriendinnen kan je alles bespreken en dat kan ik met hun ook. Ik heb heel veel vrienden, maar mijn beste vriendinnen zijn Sarah en Vita. We doen alles samen, we zitten op dezelfde school, we gaan samen naar de film. En soms dan doen we een 30 laagjes boterhammenwedstrijd. Je neemt 2 boterhammen. En dan nu de 30 laagjes. Wie met het minste happen opeet, heeft gewonnen.
ik stop er echt mee. Het is te veel. Nou, ben ik gewonnen toch? Ja, ja. Yes. Mijn beste vriend is Joey. We hebben nu 10 maanden verkering en ik ben nog steeds super verliefd op hem. En ik voel me heel erg op mijn gemak bij hem. I remember the first day I met you. Vriendschap is voor mij dat je met iemand, dat je gewoon alles kan vertellen en helemaal jezelf kan zijn. En dat je niet dingen niet kunt doen omdat je vrienden je dan raar vinden of zo. Als je elkaar maar kan vertrouwen en altijd bij elkaar terecht kan. Dat je elkaar altijd kan bellen als je problemen hebt. Vrienden zijn belangrijk, ik sta altijd voor ze klaar. En als er een probleem is, zijn wij er voor elkaar. Als je ruzie thuis hebt, of het gaat niet zo goed, dan kan je op me rekenen, ik geef je nieuwe moed. Ja, te gek, vriendschap. Even voor mij, je eet nog steeds de... Ja, nee, nu al een tijdje niet meer, omdat we allemaal een beetje op vakantie zijn geweest en zo. Maar je gaat weer na de vakantie gaan we weer helemaal goed. Lorraine, jullie hebben echt bijna nooit ruzie, hè? Nee, nooit. Ja, te gek. Ja. Helemaal goed. Hou zo, meiden. Gaat hartstikke goed. Onze kandidaten hebben met elkaar ook volgens mij nog helemaal geen ruzie gehad, hè? Ja. Nee, dat gaat helemaal prima. Het zijn wel rivalen van elkaar, maar dat zou je soms bijna vergeten. Helemaal als je ziet wat voor waanzinnig lied ze met elkaar hebben opgenomen. Speciaal voor hun geschreven. Speciaal voor de 10 finalisten is er een lekker nummer geschreven. En iedereen is opgetrommeld voor een eerste repetitie. Oké, eerste 2 regels. Als Giovanni die zou willen proberen. Ik weet niet wat doen. Voetballen floreren. Flink worden gerepeteerd, want het is wel wennen zo met elkaar. Maar het gaat steeds beter. Ook Stefan Geuzenbroek, een van de 2 producers van het lied, lijkt tevreden. Wat je wil is de Heel goed gedaan. Voor zo'n eerste keer echt helemaal top. Iedereen krijgt een cd'tje mee naar huis om te oefenen, want over een week gaan ze de studio in. Zangcoach en songfestival-expert Esther Hart geeft de finalisten tips en oefeningen om hun stemmen voor de opname nog even lekker op te warmen. En dan is het zover. Dat ziet er behoorlijk profi uit, jongens. Bij een gezamenlijk nummer hoort natuurlijk een gezamenlijke choreografie. Lucia Martas gaat met ze aan de slag en er wordt keihard gewerkt. Hoofd weg, blijf stilstaan. Oké, blijf staan. Ja, over 4 weken, joh, denk je, het leek een heks, maar het viel mee. Ja, maar goed, niet maar. Tijd om al het geleerde in de praktijk te brengen tijdens de opname van een echte videoclip. Dat nummer krijgt u deze avond niet meer uit uw hoofd, dat weet ik zeker. Tijd nu voor onze jongste kandidaat van het jaar. Ze is 9 jaar, hier is Cleo. Ik woon samen met mijn zusjes Robin en Isa en mijn ouders in Utrecht en ik wil later zangeres worden. Ik ben geboren op 6 maart 1996. Ik was een vrolijke baby en ik zing al mijn hele leven. Vroeger had ik heel lang haar en toen ik het vorig jaar afknipte dacht iedereen dat ik een jongen was. Daar heb ik mijn liedje over geschreven. Jongen, 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 ik lijk zo op een jongen. Meestal ben ik om 5:30 wakker. In het weekend moet ik per se tot 7 uur in mijn bed blijven liggen. Om 7 uur mag je weer terugkomen. Ik verveel me suf als ik al klaar wakker ben. Yay! Dit zijn mijn allerbeste vrienden. Floor en Britt. Britt en Floor zitten allebei bij mij in de klas.
Met Brits speel ik heel vaak. En Floor zit met mij op strijden en zijn op turnen. We kopen meestal dezelfde kleren in dezelfde winkel. Toen zei Cleo van, ik vind wel dat we veel met elkaar afspreken. Kunnen we niet iets, een naam denken of zo, wat we dan met elkaar zijn? En toen hadden we hartvriendinnen bedacht. Ik vind dat Cleo met het haar op een jongen lijkt. Als je aan de voorkant ziet, dan denk je altijd wel een meisje. Maar als je de achterkant kijkt, en ook vooral met haar haar, dan denk je gelijk dat het een jongen is. Dat is wel waar. Ik heb verkering met Wisse. Ik ken Wisse al vanaf de pers en ik heb verkering aan hem gevraagd door een bericht naar hem te schrijven. Ik had mijn eigen naam er niet onder gezet, omdat ik het een beetje eng vond. Ik zette er Super C onder en verstopte de brief in zijn laadje. Man about a boy. And I know it's stupid to be mad about. Hallo, ik ben dus Wisse. En ik wist meteen dat Super C Cleo was. En ik vond het gewoon heel leuk, want ik wou ook verkeering met haar. Ik vind Cleo gewoon leuk, want ze is niet echt een meisje. Ze is meer, ze houdt ook van jongensdingen. Cleo en ik voetballen meestal gewoon. Ik ben echt verliefd op Cleo. On the silver screen. Hey, maar als ik dat zo goed begrijp, is het soms helemaal niet zo heel erg om een beetje op een jongen te lijken. Want Wisse vindt dat juist helemaal te gek. Ja. Vind jij Wisse ook nog steeds helemaal te gek? Ja. Nou had jij toch al niet zo ontzettend te klagen over aandacht van leuke jongens. Laten we maar eens hier naar gaan kijken. Baby, you have got to see all you ever want to be. The answer is inside of you. Perseverance is the key. Cleo, gefeliciteerd, jij zit in de halve finale van de Junior Song Festival. Meant to be in een hele speciale, ja, serenade voor je. Weet je wat dat is, een serenade? Ja, een liedje voor je natuurlijk. Een liedje speciaal voor jou. En dan vaak wel gezongen door een man voor een vrouw die heel erg leuk vindt. Dat willen alle vrouwen en jij had het al. Het is tijd voor onze één na laatste finaliste. Ze heet Chinjara. En haar vader nam haar mee naar een optreden van Treintje Oosterhuis in Antwerpen. En die had bovendien voor haar geregeld dat ze na afloop een handtekening mocht krijgen in de kleedkamer. Alleen wat Chinjara niet wist, was dat haar vader die kaartjes via ons had gekregen. Ja, ik vond het heel goed. Oh, sorry. Wil je iets drinken? Nee, dankjewel. Hey, heeft iemand een pennetje en een papiertje? Wat zal ik voor je opschrijven? Maakt niet uit. Nou, moet jij maar voorlezen wat ik opschrijf. Je bent door naar de halve finale. Nou, gefeliciteerd. Weet je wel waarvoor? Nee. Nou, je doet toch mee aan het... Bijvoorbeeld. Ja, je bent door naar de halve finale. Je had echt helemaal geen idee. Nee, ik had echt geen idee, nee. Je zat zo met je hoofd daar bij dat concert, ja. En niet bij ons allemaal. Dat je... Nee. En toen het kwartje viel? Ja, ik was echt heel erg blij. Echt waar, ja. Helemaal te gek. Ja. We gaan even kijken naar jouw filmpje. Zet nou door, dan heb je later een baan. Dingen voelen goed en dingen voelen raar. Zet nou door, dan ben je later gaan. Ik ben Chinjara, ik ben 15 jaar en ik woon samen met mijn broertje Narenji, mijn zusje Jejiva en mijn ouders in Almere. Ik ben geboren op 7 maart 1990. Toen ik 2 was, zong ik al heftig mee met Michael Jackson en stond ik al dansend voor de tv. Ik heb 5 jaar in Griekenland gewoond, maar toen ik 7 was, gingen we weer terug naar Nederland. Toen ik in groep 8 zat, werd ik aangenomen bij de dansacademie Lucia Martens. Mijn zusje en ik zijn elkaars beste vriendinnen. We hebben bijna nooit ruzie. Alleen we bekvechten soms wie er de hond uit moet laten. We raken bijna nooit met elkaar uitgepraat. Chinjara is een heel lief meisje. En ze wil nooit ruzie. En ik kan heel erg met haar lachen. En ik kan haar ook alles vertellen. Dus ja, een heel lief meisje.
Het is moeilijk om jezelf te blijven, maar doe het toch om resultaten te krijgen. De dingen die heel moeilijk gaan, maar zet nou door, dan heb je later een baan. Ik ben niet zo vaak in Almere. Ik ben meer in Amsterdam. Ik heb 3 keer in de week les op een dansacademie. Ik heb daar 4 hele goede vriendinnen en zij snappen precies waarom ik zo hou van zingen en dansen. We doen ook andere leuke dingen, zoals shoppen. Nou, Tjidja, dat is een lief meisje gewoon. Ja, ze is echt altijd voor ons geweest en zo. Ja, altijd. Naast dans gaan we veel winkelen, logeren bij elkaar en alles. Sommige kinderen zeggen vaak van, ja, waarom ga je eigenlijk naar dansen zo vaak en zo? Je hebt geen weekend, maar wij begrijpen elkaar wel dat we echt voor iets doen of zo. Maar wij zijn ook niet te breken, want we zijn altijd bij elkaar. Altijd, met dansen overal. We zijn echt zo'n groepje in de klas eigenlijk. Ja. Mijn liedje gaat over het blijven van jezelf. Het is af en toe best moeilijk om jezelf te blijven. Bijvoorbeeld als je vriendinnen beginnen met roken. Het is dan echt moeilijk om niet mee te gaan roken. Ik kwam op het idee om dit liedje te schrijven omdat mijn vader me een goede raad gaf. Tjidja, blijf jezelf. Dat doe ik ook en dat zouden jullie ook moeten doen. Dingen voelen goed, de dingen voelen raar. Zet nou door, dan ben je later klaar, maar blijf jezelf. En ze is nog steeds helemaal zichzelf. Tjidja zag er waanzinnig uit. En dan hebben we er nog maar eentje te gaan, namelijk Angelo. Angelo ging laatst met zijn ouders naar Hilversum om de opnames van een televisieprogramma bij te wonen. En omdat ze te vroeg waren, mochten ze alvast even een kijkje nemen in de studio. En toevallig, echt zo ontzettend toevallig, stond nou net daar Kane, waar Angelo enorm fan van is. Die stonden daar te soundchecken. Een klein mannetje, die heet Angelo, geloof ik. Zal ik me even voorstellen met Dinant? Hallo. Wow. Dag. Je zit in de finale van het Junior Songfestival, jong. En ze vroegen aan ons of wij dat wilden doen. We zijn normaal nooit zo schappelijk eigenlijk. In dit verhaal wel, omdat ik was zelf ook 11 toen ik voor het eerst op het podium stond. En ook een songfestival deed en zo. Dus het is, ik vind het te gek voor je. En het is volgens mij veel leuker dan het originele songfestival. Ja. Dus gefeliciteerd. Ja. En heel veel succes. Ja, super. Wie weet joh, misschien treed je nog wel in de voetsporen van Dinant. Je was wel een beetje verlegen, weet je ervan, hè? Ja, ik wist echt niet meer wat ik moest zeggen. Ik was echt helemaal stil. Het is echt, ja, het is onwijs gaaf. Hartstikke bedankt. Helemaal goed, we gaan snel naar je filmpje kijken. Slapeloze nachten, zeker in de wachten. Slapeloze nachten, ja. Ik ben Angelo, ik ben 14 jaar. Ik woon samen met mijn broers Karel en Ringo en mijn ouders in Rugewaard. Dat ligt in Noord-Holland. Ik ben geboren op 25 november 1990. Ik was een heel rustige baby, maar dat duurde volgens mijn ouders niet lang. Ik wil later gelukkig en gezond worden en ik wil ook heel graag doorbreken in de muziek. Ik zing al heel lang en ik schrijf samen met mijn broer muziek en liedjes. Mijn liedje voor het Junior Songfestival heet Slapeloze Nachten. En het gaat over hoe het uitging met mijn vriendin. Slapeloze nachten zit ik hier te wachten. Slapeloze nachten, ja. Ik hou heel erg veel van snelheid. Ik heb een scooter, ik heb een speedboot. En ik rijd vaak op de quad van Bram. En Bram is mijn allerbeste vriend. Hoi, ik ben Bram. Mijn oma heeft een dierenhotel waar ik vaak kom om vooral mijn oma te bezoeken. Dit was het op school. Goed hoor. Goed? Ja. Mijn oma is 84 en het is een enorme schat.
stoerder als dat hij groot is. Zeg ik altijd maar. Hij moet zijn eigen natuurlijk waar maken. Maar zijn liedje, nou dat vind ik af. Dat vind ik wel zo genadeloos mooi. Maar het liefste dat vindt hij toch wel die motors. En dat geronk allemaal. Dit is mijn neef Jeroen. Hij is een stuk ouder dan mij, maar ik ben vaak aan zijn auto aan het sleutelen dat hij zondag kan winnen met de autocross. Het liedje gaat over mijn ex die het weer heb uitgemaakt met mij voor haar ex, waar ze toch weer wat voor voelde. En omdat ik dat niet kon vergeten, heb ik ruim 4 weken niet kunnen slapen. Maar gelukkig gaat nu alles weer goed en ik slaap weer lekker. Wat een enorm gedoe kan het toch zijn, hè, de liefde? Ja, zeker. Maar het is wel helemaal goed? Ja, het is allemaal helemaal goed. Kijk, nou dan weten we dat van jou. We weten van jullie nu allemaal een klein beetje. Want we hebben iedereen gehad. We weten wie jullie zijn. Maar het grote moment is daar. Wie van jullie staan er aanstaande zaterdag in de eerste halve finale? Heb je überhaupt voorkeur bij wie je terechtkomt? Nee. Maakt je helemaal niet uit? Nee. Wil jij liever volgende week al of ben je liever in de tweede groep? Nou, ik ben liever in de tweede groep. Want? Ja, het is eigenlijk een hele stomme reden, maar er zijn veel mensen die ik heb uitgenodigd om te komen kijken, maar die kunnen alleen de tweede. Dus... Het lot gaat het bepalen, het lot gaat het bepalen. We kunnen er niks aan doen en anders zorgen ze maar dat ze erbij zijn. Zijn jullie klaar voor dat belangrijke moment? Nee. Nou, ik wel, dus we gaan het toch doen. Als jullie opstaan, dan loop ik naar de knop. Oké, jongens, haal even 3 keer diep adem. Want dit wordt het moment. Dit is de knop. We gaan het als volgt doen. Iedere keer dat ik op deze knop druk, staat het beeld stil bij een foto van één van jullie. Dat betekent dan dat je volgende week aan de beurt bent. Dat je dus in de eerste halve finale zit. En dat je dus deze week nog heel hard zult moeten oefenen. Want dan heb je niet zo heel veel tijd meer. Ja? Klaar voor? Ik ga voor het eerste keer op de knop drukken. Wie zien wij als eerste volgende week terug in de eerste halve finale? Tess! Zien wij als derde terug over een paar nachtjes al. Mitchell! We hebben 3 halve finalisten aan deze kant. 7 halve finalisten aan de overkant. We hebben er nog 2 hier nodig. Wie is of zijn nummer 4? Angelo! Oh. Maar wie, dames en heren, aan de overkant? Wie van jullie is er als laatste ook al deze aankomende zaterdag? Ik ga het verlossende woord geven. Daar komt hij, de laatste knal. Chinja! Knuffels, knuffels. Kom een beetje deze kant op, jongens. Want we hebben natuurlijk ook knuffels aan deze kant. Dit zijn de mensen die we aanstaande zaterdag al gaan terugzien. Jij gaat iedereen bellen. Ja. Ja, en ik ook. Zorgen dat jullie er zijn, fans. Het wordt reuze spannend. Zaterdagochtend is er natuurlijk weer een Junior Songfestival Report bij Zep. En dan zijn we er die avond weer om 7:55 met de eerste halve finale. Mis hem niet, kijken en stemmen. Heel graag, tot dan. Dag.